Hallo allemaal. Welkom in familiepretpark Julianatoren. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Toby en Pepper zijn alvast vooruit en Vlinder gaat zich ergens verstoppen. Hè, Vlinder? Gaan jullie haar zoeken? Eens kijken waar we deze keer naartoe gaan. Toby, waar ben je? Hoi. Ah, daar ben je. Kiekeboe. Hallo. Waar gaan we deze keer naartoe? Hoor je het geluid al? Gaan we naar de piraten? Of is het Halloween? Of gaan we vliegen door de lucht? Oh, spannend. Dat is, ja, ik weet het. Het is, Halloween. Spannend. Ja, goed geraden. Laten we dan nu maar zachtjes naar Halloween gaan. Oh, het spookslot. Dat vind ik altijd maar een beetje eng. Maar gelukkig is niks echt. Oh, dat is fijn. Oh, kijk eens, wat een eng gezicht. Toby, moet je ook steeds zo schrikken? Nee hoor, ik ben nooit bang. Het is ook niet echt. Nou, ik wel. Oh, zie je wel. Toby, kunnen we hier alsjeblieft snel weer weg? Oh, maar ik vind het leuk. We kunnen toch nog wel even blijven? Wat een gevaarlijke bel. Oh, ja, zie je, daar schrok ik alweer. Kan jij aan deze vorm zien wat Toby op zijn hoofd draagt? Een kroon? Een piratenhoed? Of een heksenhoed? Nou, wat denk je? Ja, een heksenhoed. Pas maar op dat je niet in een pad wordt omgetoverd. Staat je goed hoor, Toby. Nou, ik ben benieuwd wat er op deze foto staat. Als ik maar niet te veel schrik. Iets oranjes. Wat zou dat nou zijn? En volgens mij zie ik een lichtje. Ah, kijk eens, Halloween-versiering. Twee pompoenen met enge gezichten. We iets van heel dichtbij bekijken. Met mijn vergrootglas. Kijken jullie met ons mee? Eens even zien. Wat zien we hier van zo dichtbij? Iets met touw eromheen? Het lijkt wel een bos stokjes. Oh, kijk nou. Het is de bezem van een heks. Daar kan ze op wegvliegen. Vlieg maar gauw, heks. Kijk, daar vliegt Pepper. Oh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Oh, where's my feather? Wil jij hem voor mij zoeken? Can you find it for me? Eens kijken, waar is de veer gebleven?
goed kijken, hoor. Als je het veertje ziet, mag je hem aanwijzen. Aha, gevonden. Daar is het veertje van Pepper. Oh, yes. I knew it. Wat heb je nodig om een typische Halloween-versiering te maken? Een sinaasappel of een pompoen? Zeg het maar. Juist, een pompoen. Ja! Kijk, hier liggen ze allemaal op een rijtje. Je kan hem uithollen en een griezelig gezicht eruit snijden. En dan doe je er een lichtje in en dan heb je een griezelige versiering. Oh, leuke puzzel. Daar ben ik heel goed in. Even kijken, hoor. Wat voor engs is dit nu weer? Oeh, dit ziet er wel heel griezelig uit. Ik zie daar al een eng gezicht. Hoor, nog één. Zien jullie al wat het is? Volgens mij zijn dit gewoon een aantal griezels. Oh ja, en ze zitten te eten. Nou, eet smakelijk. Ik ben weg hier. Toby heeft zijn verrekijker meegenomen. Daar kan je heel ver mee kijken. Zullen we samen iets gaan ontdekken? Ik zie veel grijs. Bomen. Is dat hooi? Gras. Dit is de plek waar de heksen zich verzamelen. Kijk, er komt er een aangevlogen. Oh. Wow. Ah, daar hebben we Vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij Vlinder kunnen vinden? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Hè, Pepper? Zullen we eens kijken waar... Had jij haar ook gezien? Nee? Dan kun je het filmpje gewoon nog een keer bekijken. Dat was echt weer leuk, Bax. En wat een mooie foto. Deze foto hangen we op als herinnering. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende ontdekkingsreis. Dan gaan we weer een ander stukje van het park bezoeken en spelletjes spelen. Dag. Tot ziens. Wacht. Nog een verrassing voor jullie. Hebben jullie zin in een dansje? Ik ben de stoerste man op aarde. Nee, mij kregen ze niet klein. Want die enge spookverhalen vind ik juist alleen maar fijn. Dus verstop je in een hoek en laat me schrikken als je wilt. Wat brengt een spook mij een bezoek? Zal ik de laatste zijn die gilt? Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Want griezels die bestaan niet, maar dat wist ik toch al lang. Ik ben niet bang, niet voor een klopgriezel, zelfs geen schaduw op de hang. Ik ben niet bang. Ik ben niet snel bang te krijgen, nee geen geest is mij te veel. En ik deins niet achteruit voor heksen op een bezemsteel. Dus verstop je in een hoek en laat me schrikken als je wilt. Want brengt een spook mij een bezoek, zal ik de laatste zijn die gilt. Ik ben niet bang, ik ben niet bang. Want griezels die bestaan niet, maar dat wist ik toch al lang. Ik ben niet